guys! Vandaag gaan we weer Sims spelen. Maar we gaan niet zomaar Sims spelen, we gaan Sims 4 spelen. Want ik heb het nieuwe spel. Ik heb Sims 4. Ik weet nog niet hoe het werkt. Maar ik wil dat heel erg graag met jullie samen gaan uitvogelen. Dus dat gaan we vandaag doen. We gaan weer beginnen met een nieuwe familie. Ik weet dat ik al heel vaak ben begonnen met een nieuwe familie. Maar nu heb ik het nieuwe spel, dus het komt helemaal goed. Ik weet niet of jullie dit horen, maar Mert is Kazoo aan het spelen. Yo Mert! Ja, is niet erg. Koptelefoontje op en gaan met die banaan. De Sims 4! Ik ben benieuwd. We moeten natuurlijk beginnen met een nieuw huishouden creëren. Ik heb deze, zeg maar, builder van de Sims heb ik wel al gezien. En ik heb er een beetje mee gespeeld. Gaan we beginnen met een meisje of een jongen? We gaan beginnen met een jongen. Zal ik een koppeltje maken en dat ze dan verliefd op elkaar worden? Dat vind ik altijd wel leuk en ook heel makkelijk als we gelijk in hetzelfde huis wonen. Oké, het is een jong volwassene en zijn loopje wordt... dit is zo mooi. Hé, maar dit is wel super vrolijk. Oké, maar we gaan gewoon een normaal loopje doen. Oh, we moeten nog een naam voor hem verzinnen. Wat voor naam zal ik doen? Ik heb hier een kookboek liggen. Even kijken of ik hier een naam zie staan. Oh, Cross. Ik zie Cross staan. Dat vind ik een mooie achternaam. Misschien Thomas Cross. Maar dan wel natuurlijk op zijn Engels. Thomas Cross. Erg mooi. Erg mooi. Oké, een doel in het leven. Ja, ik vind het altijd vet leuk als Sims echt kinderen krijgen en shit. Of kennis. Oké, ja, dit vind ik leuk. Die man ga ik echt een ICT dude maken. Hij wordt een WizKid. En dan is hij natuurlijk geniaal. Ik moet niet vergeten ook een negatieve eigenschap te kiezen, want dat vergeet ik altijd. Hij is een beetje kinderachtig, misschien dat. Maar het is wel een extravert. Wow, dat was echt een cool sprongetje. Ik vind het dus echt super moeilijk om helemaal zo from scratch een gezicht te maken. Dus ik kies denk ik gewoon hieruit. Wow, je hebt echt hele diverse dingen hier zo in het nieuwe spel. Wow, dat is wel leuk. Dat is ook leuk. Misschien deze. Ja, hartstikke mooi. Kijk nou, ik kan helemaal zo custom alles zo veranderen. Ik wil wel even zijn oogkleur veranderen. Dat wordt namelijk blauw. Wow, dat is felblauw. Oh, lichtblauw. I like it. De haren. Wat voor haren zullen we hem geven? Hé, hey, dit is leuk. Dit is best mooi. En gezichtsbeharing. I don't know about the snor. Misschien wel een beetje stoppels. Ja. Oh, die snor stond hem eigenlijk wel goed. Oh, dit is ook wel leuk. Hij wordt een beetje Johnny Depp. Accessoires. Oorbellen. Nee, vind ik niet bij hem passen. Brilletje. Zoiets. Hé, hey, ik geef hem gewoon een vet mooie bril. Oké, dus Thomas is een beetje een ICT-nerd, maar hij is wel extravert. Ik denk dat hij best wel van mooie kleding houdt. Maar hij is wel gewoon iemand die van relaxed zittende kleding houdt. Oh, dit is wat tof. Dit is best wel chic. Oh, dit past er goed bij. Oh ja, dit is echt exact waar ik naar op zoek was. Ja. Yes. En dan, ja, gewoon simpel broekie. Zwart misschien. Op naar de formele outfit. Oeh, fancy looking dude. Ik heb het gevoel dat Thomas niet echt in pak gaat. Dat hij dat niet zo tof vindt. Maar zoiets zou wel kunnen inderdaad. Ja, dit is best cool. En zwarte schoenen. Ja man. Hey, dit wordt echt een leuk iemand. Sportief. Oh. Dat petje kan je beter afdoen, Thomas. Oh, het is een helm. Nee, dat gaan we niet doen. En we gaan ook gewoon lekker een lange broek aantrekken. Ik vind dit zo gek staan. Een mooie rood met witte joggingbroek. Ik denk niet dat Thomas super sportief is, maar wel gewoon redelijk. Ik denk dat hij zo iemand is die gewoon één keer in de week naar de sportschool gaat. Gewoon omdat het moet. Het is echt een vet outfit geworden. Ik ben echt heel blij door, zeg maar, met de sim die ik heb gemaakt. Oké, Thomas Cross. We gaan nu een leuk meisje voor je maken, Thomas. I got you, man. I got you. Wat geven we haar voor loopje? Ja, ik vind dit wel heel erg leuk, maar ik vind het wel een beetje too much eigenlijk. Oh, het is wel... Oh, een vrouwelijk loopje. Kies een doel. Oké. Geef ik haar dan wel het gezinsdoel? Dat vind ik wel leuk. Ik vind het wel leuk als zij echt zo iemand is die gewoon lekker kindjes wil krijgen en zo opvoeden. Ja, groot blij gezin. En dan de eigenschappen. Ze is een grapjas. Een kunstliefhebber. Zuid van kunst. En dan een slechte eigenschap. Ja, misschien dat ze een sombere grapjas is. Dat is een beetje een soort van gek bij elkaar. Maar het komt best wel vaak voor. Dat mensen die eigenlijk vaak zich niet zo goed voelen over zichzelf wel heel grappig zijn. Wat voor naam gaan we haar geven? Ze heet geen Cross van achternaam. Nog niet. Ik vind Bliss wel een hele leuke achternaam. Bliss. Ellie. Dat vind ik leuk. Of misschien schrijf ik het anders. Zo. Ellie. Hey, ik vind dit haar echt super leuk. Kijk man. Kijk hoe leuk haar. Maar misschien wel een ander kleurtje.
Super hip, grijs. Ja, misschien moet ze gewoon lekker rood haar hebben. Vet mooi. Ik vind haar nu echt wel super mooi. Ja, ik vind dit haar eigenlijk top. Eigenlijk voor elke gelegenheid. We gaan het gewoon hierbij houden. Accessoires. Hey, zij zo iemand die oorbellen draagt? Ik denk van wel. Maar je gaat ze niet zien achter de haar. Dus... Maar dan misschien een ketting. Misschien draagt ze altijd zo'n standaard kettingtje. Zoiets of zo. Oh, het is wel een mooi ketting. Ik vind haar eigenlijk wel zo mooi. Is dat stom dat ik haar zo wil laten? Ik vind haar echt prachtig. Ik ga alleen haar oogkleur veranderen. Naar groen. Oh, dit is wel heel erg katachtig gelijk. Oh, ik vind haar zo mooi. Ze gaan zulke mooie kinderen krijgen later. Ik vind haar outfit nu ook eigenlijk wel leuk. Maar als ik het nu laat, dan ben ik echt zo'n luie troll. Dus ik ga het niet doen. Ik vind haar echt zo warm iemand. Echt zo iemand waarbij je op bezoek wil gaan en thee wil gaan drinken. Wat voor kleding hoort daarbij? Ik vind bij vrouwen altijd zo moeilijk. Bij mannen zie ik altijd veel meer toffe dingen. Het kan ook gewoon elke dag een pyjama dragen natuurlijk. Dat kan ook. Eerlijk is eerlijk, dat zou wel echt super comfortabel zijn. Ik wil haar graag een beetje hip maken, maar alles wat ik aanklik is zo tuttig. Misschien gewoon een leuk zwart blouseje. Ik ga er even een broek aantrekken. Misschien dat dat helpt, want ze staat nu in de onderbroek. Ja, dit vind ik wel tof. En dan mooie schoenen erbij. Oh, leuk All-Stars erbij. Groen. Oké, dit is een prima casual outfit wat mij betreft. Formeel. Oké, nu is de tijd dat ze een mooie jurk aan mag trekken. Wow, dit staat er tof. So hot. Hot damn. In deze jurk gaat ze hem versieren, ik weet het nu al. Nachtkleding, ja, ik vind pyjama's en zo vind ik altijd gewoon niet zo super boeiend. Daar doe ik altijd maar wat. Ik vind dit altijd wel schattig als ze zo in zo'n grote blouse slaapt. En dan de face outfit. Wat zal ik er aantrekken? Dit zijn ook al vet mooie jurken. Dit is wel classy, hè? Look at her! Look at her! Oké, dan denk ik dat we er klaar voor zijn, toch? Dit is hij, dit is zij. Zijn ze een mooi koppel? Ik vind van wel. Ja, dit vind ik leuk. Oké, dus ik heb hier een buurt. Ik kan hier twee huizen kiezen, maar hier heb ik nog een buurt. Hier heb ik ook een paar huizen die ik kan kiezen. Laten we voor deze gaan. Deze heeft echt zo'n leuk balkonnetje. Nee, hoe noem je dat? Hoe noem je dat ook alweer? Een terrasje? Shit, hoe heet dat? Ik weet niet hoe het heet, maar ik vind het super leuk als je zo'n trappetje op moet naar je huis. Dus we gaan het kopen. Oké. Dus dit is het huis. Ja, we moeten eerst natuurlijk het huis gewoon gaan inrichten. Je hebt gewoon al voor ingerichte huiskamers en shit. Ja, maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon zelf bouwen. Oké, we hebben wel maar één slaapkamer. Dat wordt een probleempje. Hoe gaan we dat doen? Want ze zijn nu nog geen koppel. Misschien zet ik gewoon twee aparte bedden neer dan. Oké, ik krijg de hele tijd tips in beeld, maar daar moet je maar even niet op letten. Laten we beginnen met een keukentje. Ik denk dat dit de keuken moet worden. Dit vind ik er erg aangenaam uitzien. Aanrechtje, aanrechtje, aanrechtje. Ik moet natuurlijk niet al gelijk voor de duurste gaan, want ik wil eigenlijk geen cheats proberen te gebruiken. Wel een beetje een sombere keuken moet ik zeggen, maar misschien kunnen we iets leuks ophangen. Oké, wat gaan we allemaal in de keuken zetten? Hé, wat leuk! Je hebt allemaal decoratiedingen. Oh, kijk, dit vind ik bijvoorbeeld tof. Van die pannenrekken. Koffiezetapparaten. Een theezetter. Wat is dit? Een cupcakefabriek. Wow, are you kidding me? Ik krijg gewoon een normale koffiezetter hoor, want ze hebben niet zoveel monies. Misschien een leuk gordijntje, wat denk je daarvan? Voor als je 's morgens in je badjas in de keuken koffie staat te zuipen. En een lampje hier en daar is misschien ook geen overbodige luxe. Kijk, dit flirt de boel wel op met dat lampje. En heb ik hier nog plaats? Voor misschien een leuk plantje. Hey, deze past. Kijk nou hoe leuk. Ik vind dit serieus een superleuke keuken. Wow. Ik kan niet meer praten. Misschien nog iets aan de muur. Geef me een schilderijtje. Kijk, zoiets zoek ik. Waarom kan die niet in het midden? Oké, ik ben niet zo heel erg OCD, maar dit zorgt er wel voor. Oké, we gaan iets anders pakken, want dit kan ik niet aan. Hier hetzelfde verhaal. What's happening? Ik wil hem in het midden. Oh, dit gaat niet werken hier. Oh, ik moet iets heel lang en duns hebben. Dan... Oh, ik heb een idee waardoor ik het op kan lossen. Oké, als ik die daar doe. En deze hier. Oké, dit is nog enigszins acceptabel. Op naar de woonkamer. Ik weet niet waarom ik allemaal grijze kleuren pak. Ik heb heel erg het gevoel dat dat hun stijl is of zo. Dat is heel stom. Ik heb net twee niet bestaande types gemaakt. Maar ik denk heel erg, want ik zou nooit grijs kiezen. Oké. Zeg ik, terwijl ik een grijze bank achter me heb staan. Gewoon voor mijn keuken en zo zou ik niet zo snel grijs kiezen. Ik vind het wel heel treurig dit. Ik vind dit wel echt heel saai. Misschien dat een plantje de boel wat opvrolijkt. Het is echt een treurige bedoeling. Kijk, dit is al beter. Weet je wat ik vooral tof vind bij de Sims 4? Je kan zelf bepalen waar je een schilderij plaatst op de muur. Oh shit, mijn geld is al bijna op. Ik heb te veel kunst gekocht, denk ik. Maar ik wil zo graag hier ook iets boven, anders vind ik het zo kaal. Oké, wat ga ik hier plaatsen? Het is wel echt... Ze moeten wel iets te doen hebben. Een boekenkast of zo. Oh wacht, ze moeten natuurlijk ook nog ergens kunnen eten. Een eettafeltje.
hop. En dan wil ik hier, want we hebben natuurlijk ook nog een computertje of zo nodig. En dan wil ik hier een bureau. Oh, mijn geld is bijna op, jongens. Wat moet ik doen? Oh nee, dit gaat nooit goed komen. Oké, ik ga één keer een cheat gebruiken. Please, don't kill me. En dan nu de slaapkamer. Oké, dus dan zet ik gewoon twee aparte bedden neer. Dat is wat we nu gaan doen. Dus we slapen wel in dezelfde kamer. Maar ze zijn nog geen koppeltje, dus ze slapen nog niet in hetzelfde bed. Dit is het bed voor Thomas. En dan een beetje een fancy bed hier. Voor, hoe heet ze ook alweer? Ellie. Ja, dit vind ik wel een beetje awkward, maar het moet maar. Dan gaan ze ook nog deze kledingkast met z'n tweeën delen. Top. En dan wil ik boven elk bed wil ik een schilderij. Dit vind ik wel... Yo, waarom kan het weer niet in het midden? Oh nee, dit maakt me echt gek. Boom, boom. Oké, laat maar. Dan hebben we hier nog echt de minuscuulste ruimte ever. Voor een wc'tje en een douche. Gaat dat passen? Ik kan er geen wastafel meer bij, denk ik. Oh, kijk. Er passen twee dingen naast elkaar. Dan kan het wel. Hoppa. Ik beloof dat ze heel veel money gaan maken en dan een iets flitsender huis kunnen krijgen. Want dit is wel echt... Nou, trouwens... Het is hartstikke leuk huis, wat zeur ik. Het is meer ingericht dan mijn huis. En dan nog iets van een bankje, zodat ze zo lekker... Oh, veranda. Heet het geen veranda? Ik zit echt al gewoon de hele tijd naar dit woord te zoeken. Zodat ze op de veranda kunnen zitten. Is het een veranda? Als ik het nu fout heb, dan is het wel heel dom, hè? En dan nog iets voor in de tuin. Wat hebben we allemaal voor leuke activiteiten? Oh, barbecuen. Ja, sowieso dat ze houden van barbecuen. Dit worden de beste tuinfeesten ever. Ik voorspel het nu al. Oké, nu hebben we het huis klaar, toch? Oké, en nu moeten we dingen gaan doen. Hoe werkt dit allemaal? Oh jeetje, waarom heeft hij zoveel honger? Go make yourself a sandwich, bro. Thomas gaat eventjes dineren. Nee, hij gaat natuurlijk diner serveren. Hij gaat ook avondeten maken voor Ellie. Wow, ik vergeet elke keer die namen. Wat gaan we eten? Wat gaan we eten? Gaan we healthy doen? Gaan we een tosti eten? We gaan een tosti eten. Wat een spanning. Zij heeft ook honger. Schiet op. Hey, ik vind deze keuken echt serieus best wel goed gelukt. Is die nou een tosti aan het maken op het vuur? Och, een pantosti. Met peper erbovenop. Ik zat echt zo te wachten. Niet je tosti aan laten branden, Thomas. Oh, kijk nou, dat ziet er lekker uit. Kom, pak er eentje. Yo, deze tosti. Ik krijg echt nu heel veel zin in een tosti. Ja, samen tosti eten. Ik hoop zo dat ze elkaar leuk vinden en dat ze gewoon super gelukkig kunnen worden samen. Dat zou echt perfect zijn. En dan ga ik gewoon doorspelen met deze twee mensen, want ik ben al de hele tijd gestopt en weer verder gegaan en gestopt weer verder gegaan. Maar omdat ik nu een nieuw spel heb, dacht ik al, ik wil dit zo graag gewoon doen. Oké, deze tortelduifjes gaan een tosti opeten. En ik ga hierbij deze aflevering stoppen. Het is helemaal donker geworden sinds ik aan het opnemen ben. Dat zie ik echt nu pas. Zo, iets lichter. Ik vind de Sims 4 tot nu toe eigenlijk wel heel mooi en heel leuk. En ik hoop dat jullie dat ook vinden. Misschien als het tof is, dan kan ik wat uitbreidingen erbij installeren. Maar dat moeten we nog even zien. Voor nu gaan we iets moois maken tussen Thomas en Ellie. Ik hoop dat ze 1000 kinderen krijgen samen. En dan kunnen we daarna weer verder gaan spelen met de kinderen. Ja, dit wordt mooi. Oké, dit was de Sims aflevering van deze keer. Ik wil eigenlijk maandelijk een aflevering gaan maken. Niet vaker dan dat, want het is nou eenmaal zo dat ik ook graag andere series doe op mijn kanaal. Maar één keer per maand. Lijkt jullie dat leuk? Laat me weten. En dan voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. Laat me weten wat je van de Sims vindt en van het huis en alles en wat ze moeten gaan doen samen. En dan stuur ik jullie heel erg veel hartjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei!